Mevrouw van Zuilen woont in woonzorgcomplex Vierhoven van zorgorganisatie Brabantzorg. Voordat mevrouw van Zuilen op deze gesloten afdeling kwam wonen, was ze gewend om elke maandagochtend op de koffie te gaan bij haar dochter. En dat kon nu niet meer. De grote wens van haar en haar dochter was om gewoon weer iedere maandag zelfstandig op de koffie te komen. Ik voelde gewoon dat ze er nog kon. En ja, ik heb gewoon stoute schoenen aangetrokken en ben daar ook echt in gaan staan. En dat doel, dat wil ik. Dus was nog wel heel moeilijk, want ik heb dus ook nog vijf broers en zussen. En die vonden het helemaal geen goed idee. Mama de straat op en moeten we dat wel doen? En nee, dat wilden ze eigenlijk niet. Maar ik heb het toch gedaan. Ja, ik vind het gewoon van hieraf gezellig naar mijn dochter te gaan. Alle maandagen. Omdat ik er graag heen ga, omdat ik anders toch hier weer hier ben. Buiten kunnen en binnen ook, maar ik vind een keer eruit, doe ik graag. Heb ik altijd graag gedaan. Mevrouw van Zuilen, haar dochter en de verpleegkundigen van Vierhoven sloegen de handen ineen en starten een leertraject. Zodat mevrouw van Zuilen weer iedere maandag zelfstandig op bezoek bij haar dochter zou kunnen. Toen zijn wij met haar een traject ingegaan en de dochter heeft daar aan meegewerkt. Om haar een route aan te leren. Dus we hebben haar foutloze route geleerd en we hebben daarin gewerkt met associatieleer. We hebben oude termen gebruikt van de mensen die er al eerst woonden vroeger. Er stonden drie huizen op die lange weg. En er was een oude boerderij en in het midden één stond een gewoon eensgezinswoning. En op de hoek stond dan een woning. En de mensen die daarin woonden van vroeger uit, daar hebben we ook een beetje als punt gebruikt van je moet naar Frans Voet lopen en je moet naar Van de Ven lopen en je moet naar Hanne Mopke lopen. Dat was een omaatje, die gaf hun altijd koekjes toen ze zelf kind waren. Dus die straat is vanuit oudsher lag die er al. Dus de meest bekende straat van vroeger eigenlijk. Toen op een gegeven moment hadden wij het gevoel van nou, volgens mij beheert ze het. En toen lieten wij haar al vooruit lopen, zeiden we nou loop maar vast. Komen wij er zo aan. Dus konden we haar toch van afstand toch volgen. Hè? Wat doe je als je alleen op straat bent? Van, blijf je op die stoep? Hou je met dingen rekening? Nou, dat ging eigenlijk heel erg goed. En toen hebben we al heel snel daarna het GPS ingezet. Zij krijgt een kastje mee. Dan stopt ze in haar jaszak en wij kunnen haar precies op de computer volgen. Nou, en toen ging het zo goed op een gegeven moment. En toen hoefden ze niet meer mee. Jullie hoeven niet meer mee. Dat gaf ze op een gegeven moment zelf al aan. Zo van, waarom moeten jullie altijd mee? Dat kan ik toch zelf? Nou ja, toen ze dat aangaf, toen hebben we het ook gewoon alleen laten gebeuren. Lekker gelopen? Ja, heerlijk. Kom erin. Zo. Maar het houdt ook meer. En het is in het begin is het toch werken, samen. Hè? Je moet familie meekrijgen, familie moet erachter staan. Zelf moet je het vertrouwen krijgen. Toen wij ze de eerste keer alleen naar buiten liepen gaan, hebben wij ook voor de computer gezeten. Hè? Van, gaat dit goed? Ja, en op een gegeven moment ben je daar vertrouwd mee en dan gaat dat goed. Dit was oma, hè? Ja. Mijn oma. Door middel van associatieleren heeft mevrouw van Zuilen geleerd een vaste route te lopen naar haar dochter. En kan ze daar dus iedere maandagochtend weer gezellig op de koffie. Naast de gezelligheid levert het haar nog veel meer op. Ze is gelukkiger geworden, blijer. Ze was best wel regelmatig boos. Van, wat doe ik hier tussen al die gekken, zei ze dan ooit. En ja, mama, iedereen heeft een klein defect. Dus jullie zitten daarom hier. Ja, maar ik toch niet. Nee, jij niet. Maar goed, ze was daar heel ongelukkig mee. En nu zie je, je ziet ze gewoon opknappen. Ze is gewoon blij. Ze is weer zelfverzekerder. Ja, ze lacht de wereld weer veel meer tegemoet. De kwaliteit van leven wat ze nu heeft is zo geweldig.
En daar gaat het om. Met al de vrienden. En dan heeft ze de koffie klaar, dan gaan we samen bij tafel zitten. En dan koffie. En dan blijf ik weer, ja, denk anderhalf uur denk ik wel. Of iets langer. En dan weer naar huis. Naar hier.